Angelina Jolie is wellicht wel een van de meest bekende Hollywoodsterren met een behoorlijk cv. Dat ook verder gaat dan alleen acteren. Zo ontving ze een speciale Oscar voor haar humanitaire werk en heeft ze inmiddels ook een aantal films zelf geregisseerd. Genoeg reden dus om de films van Angelina in de spotlight te zetten en haar veelzijdigheid te laten zien. En het mooie is, je kunt ze allemaal gewoon op Prime Video zien. We kunnen natuurlijk niet anders dan beginnen met het genre waar Angelina groot mee geworden is. Actie en avontuur. En daarin kan Tomb Raider Lara Croft natuurlijk niet ontbreken. No guns, no weapons of any kind. Talk about taking the fun out of life. Het is wellicht één van haar meest herkenbare rollen. Angelina speelt in Tomb Raider natuurlijk de rol van de knappe Lara Croft. En ze lijkt wel gemaakt te zijn voor de rol van Lara. Ze weet deze sexy en eigenwijze archeologe perfect te vertolken. In deze film vindt Lara een lang verloren schatkamer van Alexander de Grote. Hier ontdekt ze een mythische bol met aanwijzingen die wijzen naar Pandora's box. Je weet wel, de doos uit de Griekse mythologie waarin alle vloeken en verschrikkingen van de hele wereld in opgeborgen zijn. Die wil je niet kwijtraken. Aan Lara de taak Pandora's box veilig te stellen, voordat het in handen komt van een kwaadaardige wetenschapper. Ze staat er gelukkig niet alleen voor en krijgt hulp van een oud marinier, Terry. Die gespeeld wordt door Gerard Butler. Tomb Raider zit boordevol spannende actiescènes waarin Angelina Jolie als Lara Croft meerdere bad guys keer op keer weet te overmeesteren. Een andere spannende actiefilm waarin Angelina's personage een iets minder voorspelbare vijand heeft, is Mr. en Mrs. Smith. Yes, yes, dit is de film waaruit het iconische Hollywood powerkoppel Brangelina is ontstaan. Hier speelt Angelina namelijk de rol van Jane Smith, een huurmoordenaar in een saai huwelijk met John Smith. Althans, dat lijkt zo, want terwijl ze haar job geheim houdt voor haar man, die gespeeld wordt door Brad Pitt, blijkt John Smith ook een huurmoordenaar te zijn. Wanneer ze beiden de opdracht krijgen om elkaar uit te schakelen, loopt het helemaal mis. Ze ontdekken wie ze echt zijn en hun relatie wordt in één keer een stuk spannender. Gaat hun liefde voor het werk verder dan de liefde voor elkaar? Mr. en Mrs. Smith is inmiddels meer dan 15 jaar oud. En de relatie tussen Brad Pitt en Angelina Jolie is helaas alweer gestrand. Maar toch blijft deze film wat ons betreft een moderne klassieker. Wat ook tof is, er is een reboot van deze film in de making. In 2022 komt de nieuwe Mr. en Mrs. Smith uit. En deze keer niet met Brangelina, maar met Phoebe Waller-Bridge en Donald Glover in de hoofdrol. En in plaats van een film, wordt het een Amazon original serie. Ja, te gek. Vet, hè? Zelfs, did you do something new? I added peas. Ah, peas. In ieder geval terug naar Angelina, die ook in de actiefilm Wanted schittert in de rol van een huurmoordenaar. Maar deze keer met een totaal andere missie. In Wanted speelt Angelina de sexy fox, die de nietsvermoedende Wes Gibson opspoort om hem te informeren over de ware identiteit van zijn vader. Die blijkt namelijk onderdeel geweest te zijn van een eeuwenoude organisatie van huurmoordenaars, maar is onlangs vermoord. Wes treedt in de voetsporen van zijn vader en blijkt, getraind door Fox, bijzondere skills te hebben waarmee hij de hitman van zijn vader zou kunnen uitschakelen en hiermee hopelijk zijn eer te herstellen. Een erg spannende film dus, met veel actie, waarin Angelina Jolie wederom laat zien dat zij een echte badass is. Take control of your own destiny. We gaan verder met een iets oudere film van Angelina Jolie. Eentje die je misschien nog niet kent. Pushing Thin. En hoewel Angelina hierin niet de hoofdrol speelt, is dit toch zeker wel een noemenswaardige titel. Deze romantische comedy uit 1999 gaat over de strijd tussen twee luchtverkeersleiders, Nick en Russell. De eigenwijze en ambitieuze Nick lijkt alles op orde te hebben, tot zijn nieuwe collega Russell de boel op zijn kop zet. De twee verschillende karakters boteren totaal niet. Exactly as you think I did. I'm personally gonna see to it that you go down in flames. Oh, you kiss my. Repeat that control. Negative, United. That was not to you, not to you. En dan blijkt de getrouwde Nick ook nog een oogje te hebben op Russells vrouw, Mary. Een rol die is weggelegd voor niemand minder dan Angelina Jolie. In de film hebben Mary en Russell een bijzondere relatie. Maar ook tijdens de opnames bloeide er een echte romance op tussen Angelina en Billy Bob Thornton, die de rol van Russell vervult.
En die chemie zie je duidelijk terug in de film, waardoor je hem opeens met hele andere ogen gaat kijken. We zien Angelina vaak in wat meer serieuze rollen, maar soms maakt ze een uitstapje naar een ander genre. Zoals deze film, de romantische comedy Life or Something Like It. I've been thinking about life and what's meaningful. Take a deep breath. You see, that feels good, doesn't it? Oh my god, you're trying to have sex with me. I am not trying to have sex with you. In deze film speelt ze de rol van Lainey Kerrigan, een hoogblonde tv-reporter wiens leven vrijwel moeiteloos lijkt. Alles lijkt haar voor de wind te gaan, totdat ze een reportage maakt over een paranormaal begaafde zwerver, die haar vertelt dat ze nog maar enkele dagen te leven heeft. Ja, dat verwacht je niet. Niet wetende of hij de waarheid vertelt, gooit ze het roer compleet om. Life or Something Like It heeft een simpel plot, maar is erg vermakelijk. En als je de film ziet, realiseer je hoe jammer het eigenlijk is dat Angelina in zo weinig romcoms heeft gespeeld. Omdat het daar zo goed afgaat. Hoor je dat, Angelina? Meer comedy. Maar ook zware dramatische rollen weet Angelina Jolie sterk neer te zetten. En dat bewijst ze wederom in Changeling van Clint Eastwood. Geïnspireerd op een waar gebeurd verhaal speelt Angelina Jolie in deze film de rol van moeder Christine Collins, wiens wereld instort wanneer haar 9-jarige zoon verdwijnt. Dankzij een zoektocht van de Los Angeles Police Department lijkt het jongetje na 5 maanden weer gevonden te worden. Maar niets is minder waar. Terwijl iedereen denkt dat de zaak is opgelost, houdt Christine vol dat dit gevonden jongetje niet haar zoon is. De politie weigert haar te geloven en zet haar neer als een hysterische leugenaar. Christine probeert alles om haar gelijk te krijgen, maar wordt steeds verder tegengewerkt door de hogere autoriteiten. Wie vertelt hier nu de waarheid? Changeling vertelt een hartverscheurend verhaal, waarvoor het acteerwerk van Angelina Jolie beloond werd met een Oscar-nominatie. I want my son back! I want my son back! Ik heb nog 1 bijzondere Angelina Jolie-film voor je te goed. En dit is er niet eentje waar ze zelf in speelt. Nee, dit is een film die ze zelf heeft geregisseerd. Met Unbroken laat Angelina zien dat ze echt van alle markten thuis is. Unbroken vertelt het verhaal van de Amerikaans Olympisch atleet Louis Zamperini. Wanneer hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst gaat, crasht zijn gevechtsvliegtuig. Hij weet 47 dagen te overleven op een vlot op de zee, voordat hij gevangen wordt genomen door Japanse mariniers. Louis moet alles op alles zetten om dit te overleven. Unbroken is niet de eerste keer dat Angelina Jolie een film regisseerde, maar is wel haar grootste regieklus tot nu toe. En het resultaat mag er zeker wezen. Welke film van Angelina Jolie is jouw favoriet? Zie je haar liever in waanzinnige actiefilms of vind je haar het sterkst in de meer dramatische rollen? Welke je ook kiest, Angelina weet in bijna elke film wel te laten zien waarom zij zo'n superster is geworden. Laat weten welke film jij gaat kijken op Amazon Prime Video. En vergeet niet om je te abonneren op dit kanaal, zodat je ook alle andere video's kunt checken.